Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over de derde aflevering van She-Hulk, The People vs. Emil Blonsky. En voordat ik de aflevering zelf nog in ga duiken, moet ik nog even benoemen dat er vorige week blijkbaar een Wolverine reference in de aflevering zat, maar heel subtiel ergens onderaan een pagina van een website. Maar inderdaad, het stukje nieuws wat daarin stond ging dus over een man met klauwen die betrokken was bij een bargevecht. En binnen de MCU of binnen het grotere Marvel-universum is er natuurlijk een goede kans dat gewoon Wolverine is. En ja, met de bevestiging in Miss Marvel dat zij een mutant is, lijkt het er toch wel echt steeds meer op dat de X-Men eraan komen. We hebben natuurlijk ook al een versie van Charles Xavier gezien in Doctor Strange 2. Dus ik hou er wel van dat ze gewoon een beetje subtiel beginnen en hier en daar wat hints droppen voordat we gewoon echt vol aan alle X-Men krijgen. Maar ik was vorige week ook nog even de after credit scene vergeten te bespreken. Niet dat het een super interessante was, maar het was de She-Hulk die aan het helpen was met wat familieklus. Maar we beginnen deze aflevering met Jennifer Walters, die dus Emil Blonsky gaat confronteren, omdat ze dus vorige week gezien had dat hij ergens bij een vechtclub betrokken was. En ja, hij weet de schuld dus af te schuiven op Wong. En wanneer Jennifer dus in de auto zit, krijgen we weer zo'n fourth wall brekend moment. En daarin zegt ze dus iets dat het eigenlijk nog steeds wel gewoon haar serie moet zijn, ondanks dat we dus tot nu toe gewoon elke week één cameo gehad hebben, met Hulk in de eerste, Abomination in de tweede en nu dus Wong. Maar ja, de trial van Abomination komt natuurlijk ook gewoon in het nieuws voorbij. En daarin zien we dus ook een aantal social media reacties voorbij komen. En een deel daarvan richtte zich dus ook op de groep fanbase die altijd aan het klagen is over de MCU. En het feit dat ze nu dus alleen nog maar nieuwe vrouwelijke superhelden uitbrengen zo'n beetje. En zoals die guy in de clip dus ook zegt van maak gewoon je eigen. Want She-Hulk is dus wel gewoon een tokenization. Een nieuwe versie van al een bestaand personage. Maar van alle tokenizations is in de stripboeken She-Hulk wel eentje die echt gewoon een eigen identiteit gecreëerd heeft. Dat is van alle versies misschien wel een van de betere. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de vorige serie Miss Marvel, de titel van Miss Marvel was oorspronkelijk wel gewoon van Carol Danvers, maar Kamala Khan is wel gewoon een origineel personage. Dus het is tot nu toe wel gewoon een goede balans, vind ik. Ik ben eigenlijk redelijk positief geweest over alle films en series in de afgelopen paar jaar. Dus ondanks dat er inderdaad wel gewoon heel veel nieuwe vrouwelijke versies van bestaande personages zijn gekomen, zoals bijvoorbeeld Thor en Hawkeye nog, zijn ze wel gewoon allemaal goed uitgevoerd, vind ik. Dus ja, als ze dat ook kunnen doorzetten met Blade en Black Panther en Ironheart uiteindelijk, en die zijn ook allemaal gewoon goede nieuwe personages, dan ga ik er verder ook niet over klagen. Het ligt allemaal gewoon aan de uitvoering. Maar ja, dan zien we She-Hulk dus op het kantoor en daarin wordt eigenlijk de B-verhaallijn geïntroduceerd, zoals She-Hulk hem dus zelf ook later nog noemt. En die heeft dus betrekking tot een Asgardian elf die een shapeshifter is en die dus een van die advocaten heeft doen laten geloven dat hij een relatie had met Megan Thee Stallion. Dat was dus ook al in het nieuws voorbij gekomen deze week eerder dat Megan Thee Stallion een rol zou hebben in She-Hulk, maar ik had dus niet gelijk verwacht dat het nu al deze aflevering zou zijn. Maar ja, dan komt Wong dus ook langs op het kantoor en die neemt wel gewoon veel verantwoordelijkheid voor de hele Prison Break situatie. Die doet wel gewoon een goed woordje voor Emil. En zijn andere suggesties om het probleem op te lossen waren dus met betrekking tot de Mirror Dimension en de Shadow Dimension van Dormammu bijvoorbeeld. Dus het is wel tof om die connecties met Doctor Strange gewoon weer terug te zien ook. En hij had het ook nog eens over memory wipen, wat dus wel weer een overduidelijke referentie is naar Spider-Man No Way Home. Maar ja, daarna was het dus tijd voor de trial of the hearing en dit was ook wel gewoon echt een super vermakelijke scène en ik kon de hele speech van Emil Blonsky dus ook zeker wel waarderen. En het is dus zijn plan om wanneer hij vrijgelaten wordt zelf een meditatiestudio te beginnen en dat doet hij dus blijkbaar met het geld van zijn 8 vrouwen, zijn 8 soulmates zoals hij ook zelf zegt. En het is dus best realistisch dat een slechterik in gevangenis gewoon van die penpals heeft, gewoon groupies zeg maar. En al helemaal voor iemand die dus gereformd is, zoals Abomination. Maar ja, er komen ook nog een aantal andere getuigen voorbij die een goed woordje doen voor Emil. Maar uiteindelijk komt Wong het dus allemaal uitleggen. En hij benoemt het dus soort van als een kumite, dat gevecht wat hij had met Abomination. Wat dus een referentie is naar Bloodsport van Jean-Claude Van Damme. En terwijl die hearing bezig is, krijgen we dus ook de trial te zien van de elf. Die dus eerst denkt ermee weg te komen omdat ze nieuw Asgard immuniteit heeft. En ze gebruikt dan dus ook de lijn van Odin uit Thor Ragnarok, want Asgard is geen plek, Asgard is een people. Dus met die logica heeft ze in principe overal immuniteit dus. Maar ja, vanuit de kant van de elf kunnen ze natuurlijk argumenteren dat het allemaal een rollenspel was, maar die elf kan zichzelf ook niet inhouden. Die kwam eerder in de aflevering dus ook al voorbij als die cliënt van de verdediging. En zelfs tijdens de trial, wanneer de rechter dus wegloopt, gaat zij gewoon die plek innemen voor de lol nog, wat er dus uiteindelijk wel voor zorgt dat zij ook eventjes de gevangenis in moet. Maar ja, Wong heeft ondertussen zijn speech afgemaakt en die heeft
heeft wel echt geweldig werk geleverd. En Abomination wil nog zijn punt bewijzen door te laten zien dat hij nu de Abomination onder controle heeft. En hij bleef dus inderdaad wel gewoon zichzelf binnen die gevangenis. En Jennifer Walters kon dat dan ook nog eens gebruiken als een extra reden waarom hij zich dus goed gedragen heeft. Want in principe kon hij al die tijd al gewoon ontsnappen als hij wou. En ik moet ook wel zeggen dat deze nieuwe versie van Emile / Abomination me nu in één keer wel een stukje meer hype gemaakt heeft voor Thunderbolts. Ik denk zeker dat hij echt een tof onderdeel van die film kan worden. Maar ja, dan zien we Jen dus weer met haar assistent bij de bar. En daar komen dus de A en B verhaallijnen samen. En Jen besluit dus getuigen te spelen voor die rechtszaak van Bukowski. En ze geeft dus gewoon een hele harde, maar eerlijke soort van analyse van hem. Want zoals ze al zei, was hij inderdaad zo delusional dat hij echt gewoon kon geloven dat hij een relatie had met Megan Thee Stallion. En die kwam dus ook nog eens voorbij in het publiek tijdens die rechtszaak. Maar ja, Abomination krijgt dus parole en om het te vieren gaat She-Hulk voor het eerst een interview doen. En dat stukje voelde wel een klein beetje als een spoof van moderne soort van tv-journalisme. Of gewoon een tv-nieuws. Want in dat format is er eigenlijk altijd vrij weinig tijd om dingen echt diep te bespreken. Daarom luisteren mensen ook veel liever gewoon naar podcasts tegenwoordig. Helemaal met gewoon ingewikkeldere onderwerpen die in het nieuws voorbij komen. Want ja, uiteindelijk waren ze dus meer geïnteresseerd in het dieet en de exercise routine van She-Hulk dan in het feit wat ze net gedaan heeft met die rechtszaken en zo. Maar ja, wanneer She-Hulk dan weer terugloopt naar haar auto, wordt ze blijkbaar aangevallen. En deze gang komt wel uit de stripboeken. Ik ben even hun naam kwijt, maar ik had al gezien dat het wel al gewoon bestaande personages waren. En mensen waren dus ontevreden over hoe ze werden neergezet. Want deze gasten komen wel gewoon heel erg knullig en onserieus over. Maar ja, dat is gewoon een andere versie. Een beetje zoals die tracksuit mafia bijvoorbeeld. En blijkbaar was die ganger dus wel op uit om een klein beetje bloed te stelen van She-Hulk. Dus het lijkt erop alsof iemand al weet dat dat soort van de sleutel is naar iemand in een hulk te laten veranderen. Dus het moet nu nog maar blijken voor wie hun werken uiteindelijk. En dat is dus wel weer de mogelijkheid voor een cameo ergens in de komende weken. Dus het lijkt er wel op alsof ze het misschien kunnen volhouden gewoon elke week eentje. Maar in de aftercredit scene van deze aflevering kregen we dus ook nog de belangrijke informatie dat She-Hulk in staat is om te twerken blijkbaar. En dat deze dus samen met Megan Thee Stallion. Ik moet wel zeggen dat de comedische timing van Megan Thee Stallion in deze scène wel gewoon goed was. Met de manier waarop ze dat laatste zinnetje nog zijn van slow down of zo, omdat She-Hulk gewoon te enthousiast was op dat moment. Ze kwam in ieder geval een stuk natuurlijker over dan Cardi B in de Fast and the Furious film, dus dat is in ieder geval iets. Maar ja, wat vonden jullie van deze derde aflevering van She-Hulk? Op zich wel redelijk wat te bespreken na deze dus. Wat vinden jullie van deze nieuwe versie van Abomination en van de Megan Thee Stallion cameo? Laat het me weten. Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval en subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.